Een file op de A59 richting de Brabanthallen. Een file van 4 kilometer in verband met de eerste editie van Supremacy. Wat was jouw gevoel bij de bekendmaking van de eerste editie van Supremacy in 2014? Nou ja, het is 20 jaar geleden. Maar ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik bezocht in die tijd veel festivals, veel evenementen met mijn vrienden. Ja, ik leefde voor de hardstyle muziek, hè, en alles wat er omheen gebeurde. En toch, ja, het was een mooie tijd, maar ik voelde dat ik meer wilde. Anders, ja, vooruit, ook gewoon harder. En ook weer verrast worden. Ja, en toen was daar Supremacy. Ja, die uitstraling, die line-up, dat pure, rauwe geluid. Ja, dat was nou precies de vernieuwing waar ik naar op zoek was. Ik wist, daar moest ik bij zijn. Ik weet het nog heel erg goed. Mijn beste vriendinnetje die belde en die vroeg of ik het al wist. Nou, nee. Onze grote helden kwamen. Minus Militia en Beef Rex op één podium. Op één avond en wij gingen erbij zijn. Nou, Minus Militia ontstond in hetzelfde jaar als de eerste editie van Supremacy, 2014. En vergeet niet, Supremacy, dat was het begin van een nieuw tijdperk voor onze muziek. En toen ze ons vroegen om het anthem te produceren als Militia, zeiden we natuurlijk volmondig ja. En als ik nu terugblik op de geschiedenis van Militia en wat het anthem voor ons gedaan heeft, ja, dat is niet normaal. Dat kan ik niet beschrijven. Dat is maar heel goed dat we dat gedaan hebben toen. Ja. Militia! Ik weet nog heel goed toen de tijd, muzikaal gebeurde er heel veel. Er waren veel feesten, maar mensen wilden iets nieuws, iets legendarisch. En daar was Supremacy. Een feest waar we met z'n allen bij elkaar kwamen, waar zoveel energie, zoveel passie, zoveel liefde voor de muziek. Ja, het was een avond om nooit te vergeten. Line-up, dat was mijn droomscenario. Al mijn favorieten waren er. Van het grote debuut van Act of Rage tot die heerlijke set van Digital Punk en E-Force. Ja, ik genoot van het begin tot het einde. Maar als ik één moment zou moeten kiezen, dan neem ik het moment dat het anthem van Minus Militia werd gepresenteerd. Kijk, wat er toen gebeurde, dat begrijpen alleen mensen die erbij zijn geweest.